Er branden witte en blauwe kaarsjes voor Wout van Maurik in het Jan-Lauwersstadion. FC Eindhoven opende vandaag een condoleanceregister voor de gisteren overleden materiaalman en clubicoon. Wout van Maurik was al vanaf zijn zesde jaar lid van FC Eindhoven. De laatste 32 jaar als materiaalman. Samen met zijn zoon zorgde hij voor de kleding en de materialen van het eerste elftal. Maar naast die officiële functie was hij in de loop der jaren ook een vertrouwenspersoon geworden voor de spelers. Vorig jaar nog werd hij benoemd tot erelid in zilver bij de club. Wout van Maurik is 70 jaar geworden. Zaterdag wordt hij begraven in de Trudokerk. Na afloop is iedereen van harte welkom in het supportershome van de Blauw-Witte voor een laatste baksje.